Dag beste kiekers, dit is de 5e aflevering van Sassendonk TV alweer. Vanavond gaat wie eens eventjes kijken of de deurzakkers een nieuwe prins of een prinses hebben gekregen. Veel plezier met kieken. Ja, Wiegert, hier stop je dan in de Veurstraten. Ja, normaal zou je denken, Hans die begint. Maar ja, Gert die wil weer belangrijk zijn vandaag. Hè? Die wil bij de vergadering van grootvorsten winnen. Bij de kennismaking met de nieuwe hoogheid. En laten ons hier in de steek. Maar ik ben met mijn vriend Jans. We hadden zijn kieken goed met Gerofler. Bij zijn abdicatie. En wie zal de nieuwe worden bij de deur zijn? Jans! Tot het is! Tot het is! Tot het is! Tot het is! Nou, Wiegert, dat is een van uw leden. Daar kun je het mee doen. Nou, wie ga je met hem in? Echt hoor, die bakker, daar zult je nog wel samen over hem bieden. Dankjewel DJ Danny, ik kom er bovenuit en dat is een heel geweldig kabaal wat erin zit. Wie gaat er hier uit de deurzakken tevoorschijn komen als 50e hoogheid van Carnavalsvereniging de Deurzakkers? Maak de deur maar los. Doe de deur maar open. We hebben nog 10 seconden. De poppen die kalt. Hier komt Prins. Bij de eerste Carnavalsvereniging de Deurzakkers voor het seizoen 2017-2018. En ja, dan heb je bijna geen begeleider meer nodig, want hij kent alle klappen van de zweep. Goed! Ja, Wiegert, dat was een verrassing. Ik heb namen en uit. Joker zal het worden. Het zal de lachende mandarijn worden. Maar wie werd het? Prins Bali de eerste. Met de adjudanten Junior en Breur. Maar dat werd niet wat. Want wie kennen hem een beetje? Want we hebben 2 jaar geleden nog geïnterviewd. Toen was de adjudant bij Henk en Gerrits. Het zal wat winnen. Maar zal Gert nog een scoop hebben? Ik denk het wel. Want die was de B. Bedoelenwappers. Maar dat gaf wie man beleven. Wiegert, zie je man vragen, hè? Op Tietenbeen, want Gert hebben alles er bij elkaar plakken. En dat man noemt in de Weienbelt. Opkomst van de nieuwe hoogheid van Oelewappers. Tot mij al! Ik hoop dat jullie weer net zo genoten hebben als wij. Tot de volgende keer maar weer. Ajus!